De One Love aanvoerdersband weigerde te dragen. Band die symbool staat voor onder andere LHBT-acceptatie binnen het voetbal. Die discussie die zullen jullie ongetwijfeld zelf ook hebben gevolgd. Maar toen kwam het, vond ik opvallend optreden van Paul Hane, alter ego dominee Gremdaad, bij het programma 7:30, waar ik behoorlijk door was geraakt wel. Hij praat daar tegen oud-voetballer Anouar Diba. Laten we eerst even luisteren. Ik vind het juist wel goed dat je het niet draagt en dat je meteen weet, daar komt de homo-haat vandaan. Laten we elkaar geen mietje noemen en daar helder in zijn. Dat vind ik. Waar komt de homo-haat vandaan dan, volgens jou? Van jou, onder van mij. Andere. Omdat ik geen band draag. Ja, omdat je geen band draagt. Bent u zelf homo? Heel veel moslims, daar komt de homo-haat vandaan. Ook heel veel joden. En van streng evangelische mensen komt homo-haat vandaan. Ja. Het is wijdverspreid, de homo-haat. En dat moet naar voren komen. Nou, weten we, nu ook, we weten nu ook waar discriminatie vandaan komt. Bandjes en zo. Ja, ik moet zeggen dat ik, totdat ik Paul Haan hoorde, dacht... Ja, weet je, wat heeft het voor nut eigenlijk om iemand zo'n aanvoerdersband te laten dragen als hij daar helemaal niet achter staat? Wat heb je aan een halve steunbetuiging? Ja, daar had ik al zelf zo mijn twijfels over. En door dit moment, dit fragment uit 7:30, dacht ik, ja, dit bewijst eigenlijk precies dat. Hij drukt hiermee natuurlijk op de zere plek. Door eigenlijk te zeggen, nu weten we in elk geval dat de mensen die hem niet willen dragen, dat het daar ook vandaan komt. Dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar het komt natuurlijk wel vaak uit die hoek. En ik vond het zo opvallend, verfrissend eerlijk gezegd, dat hij dat gewoon ook zo durfde te zeggen. Het kwam ook echt uit zijn tenen. Dat merkte hij ook. En dat zie je tegenwoordig nog niet zo, niet zo veel meer op televisie, vind ik. Dat mensen gewoon zo oprecht reageren. Waardoor deze meneer Diba zelf ook authentiek reageerde. En die reactie was dus meteen, de Joden doen het ook. En ben jij zelf ook homo en noem maar op. Toen dacht ik, hier heb je verder gewoon helemaal geen woorden voor nodig. Dit zegt precies waar het over gaat.